heb een beetje het gevoel dat ik naar de Tesco van vroeger zit te kijken. En op een of andere manier ben ik er heel erg door op mijn gemak. Hey guys, extra videootje. Yay! Niet echt een extra videootje, want ik heb de video van maandag gemist. Er moest namelijk iets op maandag online gaan. Wat deze week nog online gaat. Maar ik weet nog niet precies wanneer. Ik kan je wel wat vertellen dat het een liedje is. En dat ik heel erg hoop dat die morgen online gaat. En dat jullie er dan allemaal van kunnen genieten. Maar ik kan niks beloven. Dus tot nu toe zeg ik gewoon van dit is een extra video. Er komt nog wel heel leuks aan. Afgelopen zaterdag had ik een klein mini concertje voor de mensen die hun Tina dag kaartje hadden toegestuurd. De Tina dagen vonden namelijk plaats een tijdje terug. Ik zou eigenlijk op zaterdag en op zondag optreden. Ik kon zondag uiteindelijk niet meer omdat ik toen opnames had in Schotland. En toen heb ik gezegd op Instagram, stuur je Tina dag kaartje naar me. En dan geef ik voor de mensen die dat doen nog een extra concertje optreden. Concert klinkt gelijk zo mega. Een klein optreden later dit jaar. En dat was afgelopen zaterdag. En het was super leuk en gezellig. Het was tegelijkertijd ook gewoon een meeting. Want ik heb heel lekker gekletst met iedereen. En wat ik ook heb gekregen is een heleboel cadeautjes. En jullie zijn altijd echt crazy. En ik zeg altijd van het hoeft niet. Stuur me alsjeblieft geen cadeautjes of geef me geen cadeautjes. Ik vind het natuurlijk wel heel lief. Maar het is ook van ja, ik heb eigenlijk wel ongeveer alles wat mijn hartje begeert. Maar toch krijg ik elke keer weer een heleboel dingen. En het leek me leuk omdat ik nu zeg maar bij één event best wel dingen had gehad om een videootje te maken waarin ik dit alles uitpak. Dus dat ga ik doen vandaag. Mocht je iets zien glinsteren onder mijn neus, dat is een neusring. Het is geen echte piercing, hij is nep. Ik vind hem wel erg leuk. Dus het kan zijn zomaar dat hij echt wordt in een van de komende maanden. Maar daar ben ik nog niet helemaal uit. Ik heb deze twee tassen helemaal vol. En ik ga beginnen hiermee. Want ik ben al gewoon sinds de dag zelf zo benieuwd wat dit is. Maar ik wil hem dus niet uitpakken. Het is een cadeautje van Danielle en Davy. Ik heb echt geen idee wat het zou kunnen zijn. Wat is dit? Vriendschap is samen plezier maken. Elkaar helpen. Met elkaar nieuwe avonturen beleven. Lachen en huilen. Naar elkaar luisteren, geven zonder zorgen. Echte vriendschap gaat nooit voorbij. Oh, wat schattig! Dit vind ik echt mega cute. Wat cool! En dit kan je dan zo ophangen of gewoon neerzetten ergens. Dankjewel. Van dezezelfde meiden kreeg ik nog een paar spulletjes. Een heel pakketje vol met allemaal beauty dingetjes. Waaronder een maskertje, hand- en nagelcreme. Vet lief. Dit is een armband. Mintgroen, goede kleur. Een geurkaars, dat is altijd welkom. Even ruiken. Oeh. Ik had het al kunnen zien op de voorkant. Het is vanille, maar ik wil het toch nog even ruiken. Schattige haarklipjes met bloemetjes erop. Deze vind ik echt heel leuk. Dit is een uiltje. Is dit gewoon als beeldje? Ik denk het. Een uilenbeeldje. En tot slot. Hey, dit is grappig. Deze heb ik ook wel eens van iemand anders gekregen. Dit is een hartje wat je op kan hangen. Er staan allemaal lieve woordjes op. Dankjewel. Super lief van jullie meiden. Oh, en ik vergeet het beste. Het staat boven. Het is een hele grote pot. Vol met kauwgomballen. Stiekem heb ik dat als enige van deze alle cadeautjes al uitgepakt. Omdat ik te veel zin had in een kauwgombal. En Bert ook. En toen hebben we alvast van jullie kauwgomballen gestoept. Mijn mini-eventje draaide ook om de Neverland Notes. Wat natuurlijk refereert aan de kleine briefjes die ik weggooi in mijn videoclip van Finding Neverland. En ik heb de meiden die er waren en de jongen trouwens. Er was ook een jongen bij. Ik moet niet steeds alleen maar meiden zeggen. Heb ik allemaal dingetjes op de briefjes laten schrijven. Ik kan ze niet allemaal voorlezen in deze video. Even kijken. Het was super gezellig. Hopelijk kan ik je weer eens ontmoeten. Kusjes, Kim uit Zwijndrecht. Whatever they say, believe in yourself. Van Nadia Morelli. Every day is a reason for a new smile. Van Pam. Zulke mooie dingetjes. Allemaal hele leuke briefjes die ik nu heb om te bewaren. Oké, let's continue. Ik kreeg dit onwijs schattige Eeyore knuffeltje van Sienna. Ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. Sina of Sienna? Dan heb ik hier een brief. Mysterieus. Oh, dit is van hetzelfde meisje die me ook dat knuffeltje gaf. Het heeft me getekend. Onwijs lief. Dit was volgens mij een van de jongste meisjes die er was. Was namelijk 9 jaar. En de rest van de meiden die was ja een beetje... Het waren eigenlijk alle leeftijden. Maar het was vooral een beetje tussen de 14 en de 16 jaar. Een brief van Pam. Waarvan ik net ook de post-it voor las. Oh, dit is een lange brief. Die ga ik natuurlijk niet helemaal... voorlezen. Oh, Pam vraagt mij of ik met haar en een paar vriendinnen wil gaan koeknuffelen. Want ze heeft daarop geboden bij de scoutingvereniging. Kon ze daarop bieden op die activiteit. Ik vind het super lief dat je me uitnodigt. Maar ik heb een tijdje geleden al koe geknuffeld. Dus ik heb dat al meegemaakt. En ik heb er ook al een video van gemaakt. Maar echt super bedankt voor de uitnodiging. Heel lief. Leuk dat je er was, Pam. Kijk wat een mooi handschrift. Hoe cool. Oh, geitje. Kijk. Een geitje. We vinden het super leuk dat we mogen komen naar de Finding Neverland Afternoon. Je kan heel goed zingen en je liedjes zijn mega leuk. Hartjes van Eva, Lieke en Fleur.
Dankjewel, super lief. Ik bewaar alles, maar deze ga ik koesteren, want er staat een geit op. Dit is het briefje van Nadia Morelli. Ze heeft zelf ook een YouTube-account. En je kan haar hier vinden. Ze heeft er allemaal schattige kleine briefjes bij gedaan. Ook mega cute, een knuffel aan Stip. Nadia, ik ga zeker eventjes op je YouTube kanaal kijken. Dit is een briefje wat ik heb gekregen van Eline. Zij was er zelf niet, maar haar vriendin Melissa heeft hem aan mij gegeven. Er staat echt een heleboel liefs in. Dus dankjewel. Dit hangertje kreeg ik ook op de Neverland Afternoon. Dit is een schattig poesje, wat je altijd ziet in Chinese winkels en zo. Dat zou je doen normaal zo. En dan Niels telefoonhangertje. Dan heb ik nog deze tas. En deze is sowieso al prachtig. Want er staat op anything is possible. I am here with Teske. En dan staat eronder hartjes. Zo lief. Maar er zit ook van alles in. En ik weet niet zo goed wat... Oh, het zijn letters. Ze heeft allemaal letters. Ik denk van mijn naam. Heeft ze zo geschilderd met koeienvlekken. Ik heb serieus nog niet in deze tas gekeken, dus ik ontdek dit ook nu pas. Pas bij mijn neus ging aangezien heel veel mensen zeggen nu dat ik op een koe lijk. Even kijken, ik ga ze never nooit in één keer vol vast kunnen houden. Oké, kijken of dit gaat lukken. Kijk nou hoe leuk. Teske! Ja, deze gaan een heel mooi plaatje hier in huis krijgen. Er is ook nog een tekening bij. Van een uiltje. Lieve Teske, het was echt super gezellig. Bedankt dat ik mocht komen. Ik hoop dat er nog veel leuke liedjes komen. Kusjes van Nikita en veel hartjes. Dankjewel Nikita, echt mega leuk. En dan heb ik tot slot een briefje van Luna. En Luna heeft een fanaccount voor mij op Twitter. Ik ken Luna al best wel lang. Het is een hele lieve brief. Ik ga niet alles voorlezen. Ik ga alleen dit voorlezen. Ik hoop dat je nog heel lang door blijft gaan met video's maken. En dat je later video's maakt over dat je met je kinderen naar de geitenboerderij gaat. Of over hoe je je moestuintje het beste kan onderhouden. Dat is mijn doel. Dat zou echt zo leuk zijn. Dat lijkt me echt onwijs cool. Dankjewel Luna. I love you. Dat weet je. Mega bedankt aan iedereen die me cadeautjes heeft gegeven. Of briefjes of wat dan ook. Ik bof echt enorm met kijkers zoals jullie. Dat besef ik bij elke dag weer. En zeker op dat soort momenten dat ik jullie echt aan kan kijken in jullie ogen en met jullie kan praten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden afgelopen zaterdag, dat jullie het naar je zin hebben gehad. En voor de mensen die niet konden komen of er gewoon überhaupt niet bij waren, ik vond het echt mega leuk om te doen. Dus ik heb alvast besloten dat ik gewoon wat vaker meetings wil houden. Niet elke week, maar wel gewoon een paar keer in het jaar. Ik kom dit jaar wel weer naar het event Feed. Dat is een event waar je YouTubers kan ontmoeten. Dat is alleen mega groot en de grote kans dus wel dat je me daar ontmoet. Maar ik heb minder tijd om met je te praten zoals ik dat wel heb op een meeting als ik die organiseer. Dus ik zal jullie laten weten als er daar weer eentje van aankomt. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Dit was eventjes een extra videootje. Vrijdag zoals normaal weer gewoon een Teske & Co. En hopelijk morgen dus een nieuw liedje wat ik jullie kan voorschotelen. Niet helemaal nieuw, want het is niet helemaal van mij. Maar wel een nieuw liedje wat jullie van mij kunnen gaan horen. Ik maak het wel heel spannend. Oké, hartjes. Doei!